staan in Duitsland langs de autobaan en niet geheel zonder reden. Want we hebben net een ander uitlaatsysteem geplaatst, van Akrapovic wel te verstaan. Dit is dan ook een van de eerste, nee, de eerste in Nederland. Merk Akrapovic behoeft eigenlijk geen uitleg meer, maar wij gaan het toch nog even doen. Want het is best wel bijzonder wat zij toch elke keer weer weten te maken. Dit systeem loopt van de OPF, een filter wat in de uitlaat zit, naar achter toe. Dus dat betekent dat hij net iets voor de helft van de auto begint, helemaal door naar achter toe. Maar ook dat hij is toegestaan voor de openbare weg. De meeste uitlaten vervangen, die zorgen er eigenlijk voor dat het niet meer is toegestaan. Nou heeft deze een homologatie, maar betekent dus ook dat het niet extreem luid gaat worden. Want er zit 2 decibel verschil in. En toch maakt dat al het verschil, want hij wordt een stuk dieper, een stuk donkerder. Ja, hij klinkt echt een heel stuk beter. Het ziet er ook beter uit, want het is carbon van de buitenkant en van binnen zie je de titanium uitlaattip. Maar heel het systeem is van titanium gemaakt. En dat zorgt ervoor dat hij 10 kilo lichter is dan het originele systeem, dat er ongeveer 10 pk bij komt en ongeveer 16 Nm bij komt. Nou weet ik niet of je dat verschil echt gaat merken, maar hij pakt wel lekker op. Ik vind dit oprecht onwijs dikke upgrade voor de RS3. Hij klinkt echt vele malen dikker en hij loopt nu nog en die roffel is gewoon heerlijk. Ben je nou ook geïnteresseerd in zo'n systeem? Neem dan snel contact met ons op, want deze systemen, die levertijden lopen steeds verder op. Ja, of als je de auto nog niet hebt, dan koop je deze.